Zoek naar de geheimen van de countrymuziek. Een zoektocht die naar mijn mening maar bij één man mag beginnen. Ruud Hermans. Bent u Ruud Hermans? Ja, dat klopt. Hallo. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik hou ontzettend veel van countrymuziek, maar ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Dan ga ik jou er alles over vertellen. Zodat we hier binnen gaan? Kom. Ruud is een van Nederlands meest populaire countryzangers. En onder andere bekend van de grote hit Somewhere Between. Barman, Marianne, wat wil je drinken? Water. Water en cola graag. Ja, okay. Dankjewel. Dank je wel. Het was een hele eer hem te ontmoeten op deze zeer bijzondere plek. Nou, we zitten nu in een saloon, hè? En dat is een hele belangrijke plek voor countrymuziek. Een saloon? Een saloon, ja. Maar er wordt toch gewoon alleen maar geklokt? Nee, vroeger. Vroeger werd er in saloons geklokt, maar nu ben je een beetje countryartiest, dan moet je in een saloon staan. Dat is de meest ideale plek. Maar waar komt de countrymuziek eigenlijk vandaan? Weet je wat aardig is? Countrymuziek kun je eigenlijk het beste vergelijken met de Nederlandstalige liedjes die jij doet. Daar ben je heel populair mee geworden. Maar voor Amerikanen dan heet het daar cultuur, dat is Amerikaanse volksmuziek. En heeft het dan nog wel iets met cowboys te maken? Daar heeft het mee te maken, dat is een deel daarvan. En nou je toch cowboys noemt, hè, die hoed van jou, die past niet echt bij jou. Nee. Dus die moet ik niet opdoen? Die zou ik niet meer opdoen. Nee. Maar wat moet ik dan wel dragen? Nou, ik weet een hele leuke kledingzaak. Daar ga je heen en kies je gewoon wat leuke dingen uit. Oké, als jij het zegt, dan zal ik dat doen. Oké. Okay. Goedemorgen Marianne. Ruud Hermans die heeft mij hier naartoe gestuurd, want hij vertelde mij dat ik hier heel goed terecht kan voor het kopen van kleding van mijn nieuwe repertoire. Klopt dat? Het gaat zeker lukken. We hebben een hele grote collectie. Kijk eventjes rond en zoek het een en ander uit en dan kom ik zo bij. Oh, geweldig. Okay. Tot zo.
Wauw. Ruud had gelijk. Ik had geen idee dat er zoveel zou zijn. Zo, nu ga ik alles even passen. En hoe staat het? En Marianne, ben je geslaagd? Ah, Ruud heeft helemaal gelijk gehad. Ik heb voor ieder liedje een ander kledingstuk kunnen uitzoeken. Het is echt geweldig. Kan ik het inpakken voor je? Nee, doe maar niet, want ik heb het eigenlijk direct nodig. Dus ik neem het zo wel mee. Nou, oké. Oké. Dankjewel, hè. Veel succes. Dag. Dag. Wat zijn nou de echte grote country-sterren in Amerika? Je vraagt de grote, hè? Ja. Dan noem je de internationale megasterren. Aha. Gewoon die de hele wereld rondreizen, in grote stadions staan, ook in saloons, hoor. Ook wel in kleine dingen ook. Maar echte grote stadions en die namen, Kenny Rogers, Dolly Parton, Emmylou Harris, Don Williams, kom je toch nog altijd bij dezelfde naam uit. Maar je wil me toch niet vertellen dat ze allemaal nog te paard naar de optredens gaan? Nee, dat is onmogelijk. Kenny Rogers bijvoorbeeld heeft zijn eigen jet, hè? Die vliegt dus gewoon zelf. Dolly zal er ook wel een hebben. En al die artiesten hebben natuurlijk de meest mooie auto's van voor de tijd of het reizen in Amerika. Dolly heeft natuurlijk een aantal Cadillacs en één van die Cadillacs die staat in Nederland, is gekocht door een Nederlander. En dan moet je heen gaan, je vraagt of je in die auto mag gaan zitten. En als je er eenmaal in zit, dan vraag je, mag ik ook even een stukje rijden? Moet je even doen, dat is een geweldige ervaring. Dat zou ik heel geweldig vinden, ja. En een eer. Ja. Ga ik doen. Goed.
wat is dit nou, die wereldberoemde Cadillac? Ja, dat is hem. Dat ben jij, Guus. Ja, dat klopt. Guus, ik durf het bijna niet te vragen, maar zo... Dus... Nou, omdat jij het bent. Country en western. Denk je ook aan paarden, toch? Nou, je hebt ze vast wel gezien, westerns. Hè, dan zie je cowboys vee drijven. Maandenlang onderweg, van oost naar west. Hele moeilijke omstandigheden. Tornado's, stormen, ziektes onder de paarden en zo. En dan s'avonds, het vertier, was dan liedjes zingen bij het kampvuur. De cowboyliedjes, dat ene onderdeel ervan. Ja, je zegt dat nu zo. En als ik dan denk aan het paardrijden, wat ze daar doen... Dat ziet er heel anders uit dan dat wij in Nederland paardrijden. Ja, dat is heel wendbaar, hè? Die zie je dan. Die kunnen velen sturen. Nou, dat noemen ze western riding. Daar weet ik niet alles van, maar ik ken iemand die er wel alles van weet. Die is in Nederland als eerste begonnen met western riding. Daar moet je heen gaan. Die kan je het verschil uitleggen tussen de verschillende manieren van paardrijden en dan vooral western riding, wat dat is. Lijkt me geweldig.
Ongelooflijk. Een echte ranch, hier in ons koude kikkerland. Ruud vertelde me dat de eigenaar deze prachtige ranch helemaal van de grond af zelf heeft opgebouwd. Ik vind het knap hoor. Howdy! Howdy. Dag, ik ben Marianne Weber. U bent aan het bakken? Dat klopt. Ik heb gehoord dat u mij alles kunt vertellen over het Western Rijk. Klopt dat? Breek binnen. Oh. Wauw. Nou, Ab, volgens mij weet jij niet alleen alles over paardrijden, maar weet jij ook hoe die cowboys leven. Ga zitten, Marianne. Dank je. Nou, Marianne, vertel het maar. Wat wil je weten? Ab, ik heb gehoord dat het paardrijden hier in Nederland, dat er een heel groot verschil is met het westernrijden. Maar wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Kijk, hier in Europa rijden we een paard met in elke hand een teugel. Oh. En zo stuur je je paard. In het Westland neem je twee teugels in één hand. En door die hand te bewegen van links naar rechts, stuur je je paard die kant op. Maar kom, ik kan het je beter laten zien. En jou zet ik op een paard. Ga maar mee. Nou Marjan, dan zal ik je even laten zien waar dat allemaal voor is, wat ik je net probeer te vertellen, hoe dat werkt. En let maar even op waar dat toe allemaal toe dient, hoe je je paard wil sturen. Ik vond het geweldig wat je deed. Ik vond het geweldig om op het paard te zitten. En als ik in de buurt ben, dan bel ik jou, kom ik langs. Want ik wil hier veel en veel meer van weten. Dank je wel. Daar hou ik je aan. Al mijn tranen die ik heb, die zal ik huilen. Want ik voel het wel, jij gaat bij mij vandaan. En het enige wat voor mij is gebleven, is de liefde die zo kort maar mocht bestaan. Want ik zie het aan die blik diep in jouw ogen. Je ontwijkt me als ik om de. En wat jij ook zegt, ik weet dat is gelogen. Jij wilt weg en wel het liefste nog vandaag. Al mijn tranen die ik heb, die zal ik huilen. Want ik voel het wel, jij gaat bij mij vandaag.
dat hart van jou, dat slaat al lang voor haar. Wat jij achterlaat, dat zijn herinneringen. Ze zijn mooi, maar het afscheid valt me toch zo zwaar. Al mijn tranen die ik heb, die zal ik huilen, want ik voel het wel, jij gaat bij mij vandaag. En het enige wat voor mij is gebleven, is de liefde die zo kort maar mocht bestaan. Is de liefde die zo kort maar mocht bestaan. Ruud, veel mensen in Nederland hebben er moeite mee om te zeggen dat ze van het levenslied houden. Maar hoe zit dat in Amerika? Ja, dat is daar heel anders, hè? Die mensen zijn trots op hun muziek, op wat ze zelf hebben gemaakt, van vroeger uit al. In de jaren 20 is er een radioshow gekomen, de Grand Ole Opry radioshow. Daar zijn alle artiesten gemaakt, die we nu ook nog kennen, die dan nu ook nog optreden. Alle grote wereldsterren. En je kunt bijna zeggen dat ze om die radioshow heen de stad Nashville hebben gebouwd. Als je daar op straat loopt, dan kom je wereldsterren tegen. Hartstikke leuk, je moet eens een keer heen gaan. Wij hebben dat niet zo. Wij kijken eerst liever naar de buren. Dat chauvinisme is ons niet eigen. En het moet wel komen een keer. Ze zijn dus trots op hun muziek. Ze zijn trots op hun muziek. En hoe moet ik dat hier aanpakken dan? Nou, jij moet dus gewoon jezelf blijven. Dat moet je echt doen, want je bent al populair. Soms vond ik niet de woorden. Of ze kwamen veel te laat. Nooit genoeg naar je geluisterd. Nooit meer.
Jij moet Roy van Donk zijn, de wereldkampioen linedance. Dat klopt, Marianne Weber. Ja, hoi. Hey, hartstikke leuk. En jij kan me vast alles vertellen over linedance. Ja, tuurlijk. Kom binnen. Dank je. Waarom loog je tegen mij? Over alles wat je zei. Dit was echt de laatste keer. Ik wilde niet meer. Zo, dit is dus eigenlijk het Lijnlandse wat je ziet. Hoi, waar komt het Lijnlandse vandaan? Het Lijnlandse komt oorspronkelijk heel vroeger uit Ierland als volksdans, maar het komt eigenlijk vanuit Amerika. Je hebt veel Amerikaanse eigenlijk militaire basis in Nederland, in het zuiden van het land. Die militairen werd eigenlijk in Nederland geïntroduceerd en zo is het in Nederland gekomen. Het is echt een hype aan het worden. 250.000 mensen doen het in Nederland, dat is 1 op de 60 mensen. Het is zelfs zo populair en Nederland presteert zo goed in de wedstrijden dat de wereldkampioenschappen voor het eerst in Nederland komen. Dus eigenlijk iets unieks. Misschien een beetje dankzij jou. Ja, wereldkampioen, hè. Maar Roy, het ziet er erg ingewikkeld uit. Is het moeilijk om te leren? Het ziet er ingewikkeld uit, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk. Zoals je ziet, je kan het zonder partner doen. Daarom is het eigenlijk ook zo populair in Nederland. Het is iets sociaals, je bent toch sportief bezig. Maar ik heb eigenlijk genoeg gepraat. We moeten het eigenlijk gewoon proberen. Want het is niet moeilijk. Nu? We gaan het gelijk proberen. Ja? Oh, we beginnen met de rechterbeen. Je krijgt rok voor. En een triple step. Doen we hetzelfde rok, maar dan met een halve draai. Triple step. Doen we weer hetzelfde. Rok voor. En triple step. Rok voor. En dan gaan we weer draaien. Triple draai. Krijg je heupen. Heupen doen we hetzelfde met links. Heupen weer een rok voor. Rok voor, juist. En een triple step. Krijgen we de heupen naar links. Heupen naar rechts. Hielen naar de grond. Hielen. En hielen. En we beginnen weer opnieuw. Ja? Doe maar voor mij. Komt-ie. En 5, 6, 7, 8. En rond. En een triple step. Rok voor. En een halve draai. En weer rok voor. En met een triple step. En rok voor. Weer met een halve draai. En voel de heupen. En voel weer blij. En komt je kont naar links. Zonder jou. Hang er maar van. En vanaf het begin. Waarom loog je tegen mij? En een triple step. Dat is goed. Halve draai. Dat gaat goed. Over alles wat je zei. Doe weer hetzelfde. Met een halve draai. Dit was even de laatste keer. Heel goed. Heel goed. Ik wil dit niet meer. En dan krijg je de heupen. Jij moet nu gaan. Heel goed. Oké. Dit was echt de laatste keer. Ik wil dit niet meer. En komt-ie weer. Jij moet nu gaan. Para. Dat was het. Hartstikke goed. Ruud, ik heb heel veel van je geleerd. En ik vind het een grote eer dat jij als groot country kenner mij dit hebt willen vertellen. En als ik ooit iets terug kan doen, dan hoor ik het wel. Nou, moet je luisteren. Ik heb binnenkort een hele grote show in Den Haag. En ik zou het echt een eer vinden als je daar als special guest een aantal liedjes wil doen uit je nieuwe country repertoire. En ik denk dat de mensen het geweldig zouden vinden. Ik zou het een hele grote eer vinden. En ik doe er alles aan om het waar te maken. Ik verwacht je. Dankjewel, Ruud. Dankjewel, Marianne. I'm only a simple Mexicano. Me sumo mojaniendo a cuarto en minas o ver. Y si de gringo, mondio para mol. Señorita, yo voy quemando de
Hey, welkom. Hey. Noem het maar een droom die uitkomt. Een fantastisch applaus voor Marianne Weber. Thank you.
Waarom loog je tegen mij? Over alles wat je zei. Dit was echt de laatste keer. Ik wil dit niet meer. Jij moet nu gaan. Ik wil niets meer van je horen. Het is allemaal voorbij, ik ben weer vrij, voel me herboren. Ik kan nu doen wat ik wil, al is het soms stil, maar wat geeft het? Ik heb nu mijn vrijheid en voel weer blijheid zonder jou. Ik wil dit niet meer. Jij moet nu space.